Ze is te sterk voor iedereen. Al 135 wedstrijden op rij is Diede de Groot onverslagen. En nu is ze dus opnieuw winnaar van de Australian Open. Maar dat was nog wel even pittig. Nummer 1 van de wereld heeft moeite de set binnen te halen. En uiteindelijk heeft ze 6 setpoints nodig om de eerste set te pakken met 7-5. Maar uiteindelijk wint ze dus en daar is ze super blij mee. Ja, het betekent heel erg veel. Het is er natuurlijk eentje in een hele lange rij. Maar toch niet al te fijne wedstrijden hier als voorbereiding. Toch wel heel erg blij dat ik het in de finale gewoon toch weer gewoon doe. En dan blijft het bijzonder. Diede de Groot is 27 jaar en werd geboren in Woerden. Ze begon met tennissen op haar 7e en sindsdien wint ze zo'n beetje alle grote toernooien die er zijn. Ze won 4 keer Roland Garros, 5 keer Wimbledon, 6 keer de US Open en dus 6 keer de Australian Open. In totaal 21 Grand Slams, zoals je die wedstrijden noemt. Een record dat ze nu deelt met haar grote voorbeeld, oud-tennister Esther Vergeer. Ladies and gentlemen, the gold medalist and Paralympic champion, representing the Netherlands, Esther Vergeer. Vergeer was tussen 1999 en 2013 de nummer 1 rolstoeltennister van de wereld en komt, heel toevallig, ook uit Woerden. Daarnaast mogen beide vrouwen zichzelf Paralympisch sporter van het jaar noemen. Toch is het volgens Diede lastig om hun overwinningen met elkaar te vergelijken. Het record zelf is uiteindelijk niet zo heel erg belangrijk, omdat ik denk dat onze carrières, althans die van Esther en mijzelf, niet te vergelijken zijn. Zij in een compleet andere tijd haar carrière beleeft. Maar zelf, als ik terugkijk naar 21 Grand Slams, dan kan ik alleen maar trots zijn en dan kijk ik uit naar nog heel veel meer. Ja, want Diede is nog lang niet van plan te stoppen en wil ook dolgraag haar serie met overwinningen doorzetten. Tot nu toe gaat het nog heel erg goed. Ik hoop het zo lang mogelijk vol te houden, maar ik ben een doelwit voor al mijn tegenstanders en dat merk ik heel erg goed. Dus ja, stiekem een beetje opluchting zit er dan wel bij na zo'n laatste bal.